We kijken vandaag naar satisfying banen op een ander niveau. En wat is de baan van deze vrouw? Ik denk iets met bijen, zoals je wel kan zien. En dit is inderdaad super satisfying. Ik weet niet precies wat hier gebeurt. Oh, dit heb ik trouwens wel eens gezien. Die bijen zitten allemaal op een bolletje, omdat de koninginnenbij in het midden zit. Dus dan willen ze allemaal die koninginnenbij beschermen. En ja, dat is echt heel erg ziek. Maar zo werkt de natuur. Oké, we hebben hier een... Wat is dit nou weer? Oh, dit is een hoge drukspuit voor de straat. Zo, dit is een smerige straat. Mojo, je kan de lijnen gewoon niet meer zien. En deze tegels zijn rood. Wat? Dat zou je ook niet zeggen. Deze tegels zien er gewoon helemaal grijs uit. Hey, dit is echt een wonderapparaat, dames en heren. En ik zou ook heel erg blij zijn als ik hier de hele dag lang mee zou mogen werken. Dat is toch te satisfying voor woorden. We hebben hier een tuinman. En jeetje, is dit een kasteeltuin of zo? Dit lijkt echt op een tuin van iemand die veel te rijk is. Kijk dan joh, oh, dat doet hij wel super satisfying hoor. Hij mist ook helemaal niks en dit ziet er zo vlak uit, dat is echt niet normaal. Deze gast heeft echt een super satisfying baan. Ik bedoel, stel je mag dit elke dag doen, dan lig je toch s'avonds lekker zo in je bed en dan denk je van, oh, wat heb ik vandaag toch weer een wonder verricht. Oké, we hebben hier iemand die ramen kan wassen, maar niet zomaar. Kijk, hij doet het gewoon in één swoop, zo pap, 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 pap. En het hele raam is schoon. En ook echt brandschoon gewoon. Kijk, hier is hij nog helemaal vies, maar hij doet echt, ik weet niet wat hij doet. Echt één zieke move gewoon. Deze gast heeft dit vaker gedaan. Dat kun je wel zien. Hey meneer, mijn ramen zijn ook best vies. Je mag best een keer langskomen. Wat is dit dan weer? Oh, dit is iemand die snoepjes maakt. Oké. Ze drukt ze hier allemaal zo op elkaar. Ja. En wat gaat ze nu doen? Oh, wow. Dan komen er in één keer allemaal hele kleine snoepjes van. Ah, dit zijn natuurlijk gewoon van die lange slierte snoep. En die druk je dan in dit ding. En dan ontstaan er eigenlijk gewoon allemaal hele kleine blokjes. Wat gewoon lekkere snoepjes zijn. Nou, wat top zeg. Hoppakee. En weer 100 snoepjes erbij. Maar de vraag is, als je deze snoepjes maakt, mag je ze dan ook de hele dag eten? Want dan zou ik dit werk best gaan doen hoor. We hebben hier een paal en die wordt hier in de grond geslagen door 4 ijzersterke gasten, zoals je ziet met deze hamers. En dat nog nooit iemand op elkaars vingers heeft geslagen is echt een wonder gewoon. Kijk dan hoe lomp dit ook gaat. Ik vind het oprecht knap dat ze elkaar nog nooit geraakt hebben. Ze raken niet altijd die paal. Dat is wel weer iets waar ze aan moeten werken. Kom op jongens, dat is niet satisfying genoeg. Maar op zich wel knap dit. Ik zou dit in mijn eentje niet eens kunnen. Wow, wat is dit dan? Wat? Oké, dit is gewoon een heel vormpje wat ze vullen met heet ijzer. Oh, dit is gewoon een heel hek wat ze maken joh. Wat de hek? Oh, dit is oprecht wel vet. Ik wist nooit dat het zo gemaakt werd. Oké. Enorm ziek. Dit ziet er echt uit als zo'n film waar zo'n poort zo helemaal open gaat of zo. Zo'n fantasiefilm. Ik weet niet, ik moet daaraan denken. Oké, we hebben hier een stoel en die zag er niet zo mooi meer uit. Dus wat doen ze? Ze pakken een gasbrander erbij en ze spuiten al dat spul eraf. Wat is dit voor spul ook? Waarschijnlijk gewoon een beetje gebruikspul of zo. Hé, maar dit is echt wel super satisfying. Alleen moet je nadat hij dit ding heeft gebruikt niet meteen op die stoel gaan zitten. Want dan denk ik dat je er een paar dagen last van hebt. En dat wil je niet. Oké, wat hebben we hier? Een cocktailartiest. Wow, yo. Kijk dan. Dit is zo ziek. Kijk gewoon al die trucs gewoon. Kijk, ze balanceert gewoon die fles. Wat? Dit doet ze ervoor. Of dat het niks is. Of dat het niks is, dames en heren. Kijk dan. Hoppakee, onder het armpje door, op de elleboog. Toek. Dit doe ik je niet na. Dit hebben we natuurlijk wel eens vaker gezien op mijn kanaal. Als je maar al een tijdje kijkt, heb je dit vast wel eens voorbij zien komen. Want wat doet deze gast nou? Hij maakt een sportveld. En wel met een soort van gek rubberachtig spul, of is het toch verf? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk is het gewoon verf, maar dit is natuurlijk super satisfying. Ja, we zien het allemaal. Dit ziet er super satisfying uit. Dit zou ik ook wel eens willen doen. Hey, zal ik anders even de vrachtauto pakken om alle buizen in te laden? Nee joh, nee, ik doe het wel gewoon met mijn voeten. Kijk deze gas gaan dan. Of dat het niks is. Hij trapt al die buizen naar achter en ze vallen meteen op die heftruck. En dit scheelt waarschijnlijk heel erg veel werk. Ja, dit noem je nou big brain. Oké, hier hebben we een graafmachine en... Oh, die kan natuurlijk super mooi in één keer die grasmat eraf halen. En hij blijft nog heel leuk. Hoi, yo. Oké, die kunnen ze gewoon ergens anders weer gaan gebruiken. Want gras kan je dus oprecht verplaatsen. Hè? Deze rollen die ze pakken, die kunnen ze gewoon bewaren. En die kan je dan ergens anders weer aanplanten of zo. Dus dat is best netjes dat ze niet gewoon weggooien. En het ziet er ook nog eens super satisfying uit. Oké, hier hebben we een vrouw. Is ze nou iets aan het snijden? Wacht even, dat ging veel te snel. Wat is ze aan het doen? Oh, wow, yo, volgens mij maakt ze lumpia's of zo. Wat? Kijk dan hoe dat bewegingje gaat met haar vinger. Kijk even. Ze doet er wat vlees in en ze vouwt het echt binnen no time dicht. Hoe doet ze dit met een mes en een duim? Dat is letterlijk het enige wat ze nodig heeft. Mevrouw, ik doe het je niet na. We hebben hier een gozer en die kan heel erg goed letters maken met pek, zoals je hier ziet. Pek is een spulletje waar ze bijvoorbeeld ook de weg mee dicht maken. En deze gast heeft vandaag als taak gekregen om de letters BUS van natuurlijk bus
te schrijven hier zo op de weg. En kijk dan hoe satisfying die dat doet. Hij is niet eens een lijntje aan het overtrekken. Hij weet het gewoon uit zijn hoofd. Hij heeft het vaker gedaan. Dat zie je meteen. Tegenwoordig heb je machines die supersnel straten kunnen leggen. Maar als je deze gast in dienst hebt, heb je die machine niet nodig. Kijk hoe snel dat die is. Hij blijft maar gaan. Er zit geen rem op. Kijk hem gaan dan. Yo, dit is echt enorm ziek. Je hebt inderdaad geen machine nodig als je deze gast hebt. Oké, hier hebben we een domino met bakstenen. Ja, waar is het goed voor? Ik heb geen idee. Oh, dan vallen ze dadelijk natuurlijk super satisfying. Yo, in elkaar wilde ik zeggen. Ja, ik had het goed. En oké, dat ziet er zo satisfying uit. Ik zou dit ook doen. Ik zou dit ook doen als ik dit werk had. Gewoon een beetje lol maken zo. Kijk eens even. Hoppakee, domino day. En dan gaat hij hoor. En die mensen die dit gedaan hebben, hebben er ook zoveel lol mee. Kijk, ze staan allemaal te filmen. En deze TikTok is waarschijnlijk super viral gegaan. We hebben hier een watermeloen. En hoe snel kan je een watermeloen snijden? Dat is de vraag. Maar deze persoon weet er wel raad mee. Ze heeft namelijk alleen een mes nodig. En deze watermeloen is binnen no time gesneden. Wow, op een super zieke manier ook nog. Ik had niet verwacht dat ze zelfs een heel vormpje ging maken. Ik bedoel, kijk. Hoppakee, dat ziet er echt enorm ziek uit. Klik hier voor nog meer satisfying banen op een ander niveau. Vergeet ook zeker niet even te abonneren. En klik ook zelf op deze video, want deze video gaat namelijk weg. Binnen 3, 2, 1...